Meneer Scheurs, er komt een onderzoek door het college zelf. Kunt u aangeven wat het in gaat houden? Nou, we gaan aanstaande dinsdag de formulering maken wat de inhoud van het onderzoek moet zijn. We hebben vanavond natuurlijk van de verschillende fracties ook gekregen waar zij de pijnpunten voelen. Die zullen we ook proberen daarin te verwoorden. En zoals ik heb toegezegd, zal ook de opdrachtomschrijving voor de controller ook ter kennisname worden gebracht aan de verschillende fracties. Zodat ze in principe ook de mogelijkheid hebben om aanvullingen, CQ, verbeteringen daaraan toe te voegen. Hopelijk doen we het in één keer goed, maar goed, dat is wel de bedoeling. En zo zal het proces nu verder gaan. Waarom vond u een onderzoek nodig? Omdat met name WoerdenTV dus ontzettend veel onderzoek heeft gedaan en ontzettend veel dingen op internet heeft gezet waar wij dus als raad geen weet van hadden. Er een stortvloed aan raadsinformatiebrieven over ons heen komt en de situatie er al met al niet duidelijker op wordt. En dan moet je als raad zich afvragen, wat is hier gaande? Wil ik hier meer van af weten? Is dit noodzakelijk? En is het in het belang van die inwoners dat er helderheid komt? En op al die vragen was ja. We hadden gehoopt dat de raad zelf onderzoek zou doen naar het verloop rondom het arsenaal en de verkoop van dat pand met die 1200 vierkante meter asbest daarin. Ja, en de college mag nu zijn eigen vlees gaan keuren. Dus wij hadden dat graag onafhankelijk als raad zelf willen doen en die positie ook willen nemen. En het college gaat het nu zelf doen. Dat is jammer. Aan de andere kant, het is ook een handreiking en het is ook wel goed dat in ieder geval iedereen in de raad, college, begrijpt dat een onderzoek noodzakelijk is. Dat hebben we in ieder geval bereikt. Op 9 december, geeft u vanavond aan, is er asbest geconstateerd door beide partijen. De verkopende partij en de kopende partij. 23 december, met de kerst tussen 27 december, was bekend dat er een NEN-onderzoek moet gebeuren. En nu pas kondigt u aan dat de komende dagen, misschien begin volgende week, een NEN-onderzoek gaat plaatsvinden. Is toch heel raar, is toch heel laat. En hoe kunt u dan dat waarborgen dat u dat goed onderzoekt? Ja, nee, dat is gewoon, het zijn de stappen die gezet zijn. En, die moeten gecontroleerd worden. Ja, die worden dus ook gecontroleerd. Geef maar aan wat wij dan anders hadden moeten doen. En geef dan maar aan hoe het anders en beter had gekunnen. Ik zie het graag op papier. We hebben het op papier gezet op WoerdenTV de afgelopen dagen. En daaruit blijkt dat er niet altijd even nauwkeurig mee omgegaan is. Alleen om het feit dat ik zelf als persoon die 2,5 uur door had door het lezen van het bestek dat er sprake is van asbest. Ja, goed. Het is ook goed dat u dat gedaan heeft. Aan de andere kant is het zo, als ik een eerste rapport krijg wat gedaan is en een opdracht en daar een bepaalde uitslag uitkomt, dan ga ik ervan uit dat dat door een gecertificeerd bureau, dat dat dan de werkelijkheid is. En dat het achteraf niet de werkelijkheid is, dat is al pijnlijk genoeg. Heeft u dat bureau wel eenzelfde opdracht meegegeven of een vergelijkbare opdracht met de Second Opinion? De Second Opinion heeft de opdracht gekregen om het hele gebouw te controleren op asbest. En die hebben dat dus ook gedaan en zijn tot een vergelijkbare conclusie van 1200 vierkante meter gekomen. En dat heeft u de opdracht, was dat ook voor het eerste onderzoek of heeft u alleen daar een deelonderzoek laten doen? Nee, ik heb ook aangegeven dat er een totaal onderzoek gedaan moest worden. Op basis van het gegeven dat er dus twee plekken waren waar men op 9 december vandaag, goh, dat zou wel eens niet goed kunnen zitten. En vervolgens hebben we gezegd, als die plekken dan ook zijn, dan zal het hele gebouw gedaan moeten worden. En waarom dan het gecertificeerde bedrijf dan met deze uitslag komt, ja, ook dat zal dan dadelijk wel uit het onderzoek blijken wat daar de achtergronden van zijn. Nu wilde het bedrijf vandaag niet naar mij reageren en ze verwezen mij door naar u. Ja, dat begrijp ik. Ik bedoel dat ze dus natuurlijk een gesprek met ons zullen hebben en dat er sprake kan zijn van een schadeclaim. Ja, dat lijkt me helder. En dat je dan in eerste instantie niet wil reageren voor de pers, begrijp ik ook. U komt dus met een schadeclaim? Ik denk dat ik gewoon met een schadeclaim ga komen, ja. Wat zijn de vervolgstappen? Wanneer kunnen wij een onderzoek resultaten verwachten? Ik heb ook net in de raad aangegeven dat het eind volgende week bekend zal zijn.